de lucht verbeteren met het gegradueerd filter. En dat gegradueerd filter, dat vind je hierboven bij de andere filters zoals vlekken verwijderen, het aanpassingspenseel of het radiaal filter. En als je erop klikt, dan krijg je een aantal instellingen zoals je die gewend bent. Het gegradueerd filter is een van de makkelijkste in Photoshop. Wat je eigenlijk doet is, je trekt gewoon een lijn. En met die lijn zie je eigenlijk al een klein beetje wat er gebeurt. Ik krijg een verloop daarin van in dit geval boven naar beneden. Bespreek ik even het filter heel simpel met je door. In het midden heb je een lijn lopen. En deze lijn is zeg maar je centerlijn. Daarop een zwart puntje waarmee ik het eventueel kan verplaatsen. En ik heb aan de buitenkant twee witte lijnen lopen. En dat is waar mijn verloop over uitgewaaierd wordt. En nu is dit in dit geval een centimeter of 3. Maar dat kan ik ook kleiner maken als ik gewoon op een van de lijnen ga staan. En ik sleep het naar binnen. Je ziet het, als ik de bovenste lijn pak, blijft de onderste lijn staan. En als ik de andere pak, blijft de bovenste lijn staan. En je ziet wat er gebeurt met mijn verloop. Laat ik het gewoon even klein maken voor dit filmpje. En dan kan ik het ook nog draaien. En dat doe ik door ergens op de middenlijn te gaan staan. En je ziet, mijn cursor worden boogjes. En dan kan ik het gewoon oppakken. Je bent natuurlijk niet verplicht dit van boven naar beneden te doen. Of van beneden naar boven. Maar het zou eventueel ook van links naar rechts kunnen. En op deze manier kan ik dus gewoon vrij eenvoudig mijn lucht donkerder maken. Zo, ja, net nagelang wat jij eigenlijk gewoon wil. Dat is de basis van het filter. Maar er is natuurlijk een klein beetje meer. En daarvoor heb ik een andere foto. En hier ga ik gewoon heel simpel de lucht even donkerder maken. Niet te donker natuurlijk, maar gewoon iets mooi dramatisch. Iets contrastrijks. En ik trek er nog eentje over de bodem en daar maak ik het juist iets lichter. Je ziet in dit geval, ik heb dus twee filters. Het bolletje aan de rechteronderkant, dat is zwart. En het andere bolletje, dat is, als ik erop klik, nu geselecteerd. Zo kun je een beetje wisselen tussen de bolletjes. Je kunt gewoon ook nog zeggen van, nou, ik wil de bolletjes altijd zien, zoals bij mij is. Maar je kunt ook hieronder zeggen van, ik wil dat op automatisch. En ga ik dan boven de foto staan, dan zie ik ze. Maar ga ik weg met mijn muis bij de foto, dan verdwijnen ze ook weer. Het is maar even net nagelang wat jij eigenlijk prettig vindt. Het gaat even over die bovenste. Ik laat dit gewoon even op altijd staan, omdat dat wat makkelijker werkt. Het gaat even over de gradient die ik getrokken heb met dit filter. Dit laat mijn lucht gewoon wel mooi dramatisch maken. Maar je ziet, mijn bergen worden er ook donkerder mee. En die zijn op zich al behoorlijk donker, maar ik wil niet dat ze helemaal verdwijnen. En dat kan ik eigenlijk gewoon ook vrij makkelijk weer deselecteren. Ja, je hoort het goed. Ik heb een filter wat gewoon lineair van boven naar beneden werkt. Maar toch kan ik daar een beetje in tekenen. En dat vind je hier aan de rechterkant met penseel. En als je op penseel klikt en je scrolt wat naar beneden, dan zie je penseelopties. En ook het altijd zo handige bereikmasker. Wil je daar meer over weten, klik even bovenin op de link over bereikmaskers. En ik kan dus gewoon een penseel selecteren. En hou ik nu de Alt ingedrukt, dan zie je dat het een minnetje wordt. Of je klikt hier op wissen. En je kunt dan gewoon over de berg heen gaan. En je ziet wat er gebeurt. Mijn effect wordt eigenlijk gewoon uit het filter gehaald. Als ik bijvoorbeeld de masker overlay laat tonen, dan zie je dat mijn filter van boven helemaal rood is en het gradueel uitfiltert rondom het midden, maar dat mijn bergen in dit geval niet geselecteerd zijn. Nou, je weet hoe het werkt met bereikmaskers, maar je zou het natuurlijk ook gewoon handmatig helemaal kunnen doen. Het is maar even net nagelang wat jij wil, maar het gaat even over het principe in het filmpje dat het kan. En natuurlijk kun je ook gewoon met een van de andere kwasten nog gewoon bijkleuren als je wil. En zo zou je dus je foto nog gewoon aan kunnen passen tot in de kleinste details. Een before en een after. Zo makkelijk kun je dus werken met gradueel filters. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!